Dit vind je ook leuk, hè, Brain Power? Ja. En de Snow Patrol werd je heel enthousiast van. Ja. Tame Impala eigenlijk. Zeker. Waar luister je thuis naar? Ik luister echt naar van alles. Maar wat ik net inderdaad zei is, ik vind het toffe muziek die je draait. Omdat ik ben groot fan van bijvoorbeeld een 80s band als Tears for Fears. Oh, zullen we dat zo even draaien? Ja, alsjeblieft, man. Ja. En ik ben vorig jaar naar een live show geweest in AFAS. Super vet. En ik heb Kurt Smith ontmoet. Super tof. Maar jij draait eigenlijk de moderne varianten van de kwaliteitspop. Ja, zeker. En daarom vind ik jouw programma ook tof. Maar we hebben wel geluk ook, want het was al een tijdje ook niet. Klopt. We vallen nu echt met ons neus in de boter. Absoluut. Daarbij komen ook wel weer bands terug, zoals de Strokes en de Kooks en zo. Wat ik ook heel leuk vind en wat ook goed bij 3FM past. Maar we hadden het even wel een tijdje zwaar. En nu komt er echt, we hadden het er net ook over. Jij bent terug met de nieuwe single. Thanks. Maar ook Dio, ja. Typhoon. Ja, man. Ja, het is echt, jongen, een Valhalla waar we in verkeren. Ja, ik deed hem er nog even kort met Typhoon van de week. Stof dat we alle twee in dezelfde week een single uitbrengen. Ja, toch? Hoe is het met hem? Had je hem over... Goed, we ik hebben zag hem bij De Wereld Daardoor. En toen vertelde hij over zijn hele depressie en over niet lekker in zijn vel zitten en zo. Heel mooi gesproken, maar... Ja, ik heb dat interview niet gezien. Maar ik heb hem de laatste jaren regelmatig gezien bij shows. En we hebben dezelfde dingen staan dan. We hebben dezelfde boeker. Maar het is zo... Ik zag hem laatst bij Mobb Deep, concert in Amsterdam. Vet. Ja, altijd gewoon even leuk om van gedachten te wisselen. Wij gaan altijd dan in hele korte tijd heel diep en elkaar een beetje upliften en advies geven. Oh, en dan zijn we weer weg. Vind ik wel vet. Ja, zeker. Nee, Typhoon is een toffe gast, man. Ja, hele lieve man ook. Zeker. We gaan iets doen. Ik kom niet zomaar weg zonder roddels. Nee, zeker niet. Hey, het is wel leuk. Jij loopt natuurlijk al een tijdje mee, Brainpower. Ja. Dus er zijn veel verhalen over jou. Oh, en ik ga ze eigenlijk bij je checken. En normaal zoek ik alleen op het internet, maar ik heb nu ook even je management gebeld. Nee, joh. Ik zie Rens maakt al oogcontact. Even kijken. Okay. Laten we beginnen met deze. Is het waar dat je wel eens een vliegtuig hebt laten lopen voor een paar nieuwe sneakers?
En volgens mij heb ik dat nog nergens verteld. Nee. Maar ik kom altijd op tijd bij optredens, maar ik Ik heb één keer het vliegtuig gemist van New York naar Amsterdam. Omdat ik per se in Brooklyn, bij een heel obscuur winkeltje, in de Fulton Mall heette volgens mij, Albee Square Mall. Zeg maar helemaal niks. Ja, dat is daar was een bekend winkelcentrum. Heel klein, achternebbers, achteraf winkeltje, wilde ik per se een Air Force 180 hebben. Van, ja, die grijze suède was, met een soort paarse swoosh. Eindelijk had ik hem gevonden en ik had hem in mijn maat. Yeah. Ik reken hem af, ik denk, ik heb nog tijd zat. Taxi komt in de file. Ik stressen, hotel, koffer halen, ik nog meer stressen. En ik kom aan, ik zie het vliegtuig staan, ik kom bij die balie. En die gast zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar we zijn al dicht. Ik zeg, hij staat daar, man, laat maar meegaan. Ze zegt, nee, man, nieuw vluchtboek. Oh, dat waren hele dure sneakers dan. Ja. Wow. Ja, ik heb echt het vliegtuig gemist voor sneakers. Maar jij bent een sneakerfreak, dat wist ik wel. Maar dat je zo'n grote sneakerfreak... Of was gewoon een tijdsmanagement dingetje. Slecht tijdmanagement, ja. Wel een goed verhaal, hoor. Ja. Maar heb je ze nog, die schoenen? Ja, zeker. Draag je ze ook nog wel eens? Soms, ja. Of zijn ze te dierbaar en kostbaar dat je eigenlijk niet... Nee, als het regent... Ik heb ze best wel vaak aangehouden. Echt? Nou, goed zo. Zo hoort het eigenlijk wel, natuurlijk. Even kijken. Is het waar dat jij de eerste Nederlandse rapper was met een eigen frisdranklijn? Dat ligt eraan wat je bedoelt. Mag ik merken noemen? Nee, hè? Ja, nou ja. Als je ze niet te veel ophemelt. Coca-Cola. Nee, ja. ik had ooit een samenwerking met Coca-Cola. Nou, dat is al twee keer. Dus een bekend frisdrankmerk. Ja. En dat waren iets van 12,5 miljoen blikjes en flesjes. Hoeveel? Maar dat is niet mijn eigen lijn of zo. Maar dat was gecustomized op jouw gezicht? Of stond er Brainpower op? Nee, daar stond ik op en mijn logo en een aantal opkomende artiesten. Dat was een project dat als je een blikje of een flesje kocht, dan kon je meedoen misschien aan een album met mij. En dat is ook uitgekomen. Staat ook op Spotify. Nee, wat vet. Maar 12,5 miljoen blikjes / flesjes. Volgens mij 10 miljoen blikjes en 2,5 miljoen flesjes in Nederland en België. En het erge met Coca-Cola, zo groot is dat. Ja. Dat is dan binnen 6 weken op of zo. Je denkt dan, nu sta ik heel lang op allemaal flesjes, maar binnen een maand is het weg. Sick, hoor. Wat een goed verhaal. Ja, dat was tof. Die klopt dus ook. Er is nog eentje van je management. Klopt het dat je een collega had die er altijd voor zorgde dat je met mensen op de foto moest, ook op de momenten dat je er totaal geen zin in had? Wat is dat voor verhaal? Dat bedoel je DJ TLM waarschijnlijk mee? Ja, dat denk ik wel, ja. Die kan heel vervelend zijn. Dat begint met tandenstokers in je been prikken als je net in slaap valt in de tourbus. Oh, wat irritant. Tot en met als jij denkt dat je undercover door België loopt of wat dan ook. Dan gaat hij in een vervormde stem, hey, daar loopt Brainpower, roepen. Of hij neuriet een van je grootste hits, waardoor iedereen toch omkijkt en op de foto wil. Dat is DJ TLM, ja. Maar dat is toch ook leuk? Ja, dat is... Ja, je nu moet is het een beetje plagen. Nu is het leuk. We waren een keer in Barcelona voor de MTV Awards. Was ik heel undercover. En ik hou van fans en ik hou van mensen, hoor. Maar ik bedoel, er waren 3 van die toeristenbussen. En hij dacht, ja, ga ik het doen? Ja, ik ga het doen. Dus het was op het moment dat dansplaat opeens stond. Hij neuriede keihard dansplaat. En al die 150 man... Of een kwartiertje mee gepraat, dus ik stond daar de hele middag, dankzij hem. Oh, ja, je moet dan ook je tijd nemen, zeker. Toch? Maar soms wil je inderdaad wel even gewoon anoniem van A naar B en niet met iedereen op de foto de hele tijd. Ik wil het altijd wel, maar soms moet je even eten of je hebt hoofdpijn en hij ging er altijd wel voor. Vind ik dus wel leuk, maar het kan TLM is grappig. Soms wel te veel zijn. Hij is een combinatie van hip-hop en jackass in één persoon. Is een winkelwagentje. Nog even één roddel, of in ieder geval even iets mee checken. Is het waar, Brainpower, dat jij mede verantwoordelijk bent voor Japanse nummer 1 hit. Ja, hoe weet je dat dan? Ja. Mijn armen zijn heel lang. Ja, dat wist ik, maar zo lang. Ja, ik schrijf liedjes voor andere mensen, met andere mensen. Met Sjeerd Oosterhuis voor kinderen, met Eva Simons voor haar. En bijvoorbeeld heb ik met Alan Esshuis een liedje geschreven en een Amerikaanse jongen uit Scandinavië voor een Japanse band. Ja. En dat is daar heel groot geworden, klopt. Ja, maar gewoon nummer 1? Ja. Maar daar vang je toch ook wel lekker geld mee dan? Want de royalties zijn altijd wel goed. Of je deelt het dan nog wel met 2 andere gasten. Nou ja, weet je, het interessante is om te zeggen. We hebben het met z'n 3 geschreven. Ja. Het heette Transformer, de demo. En toen hebben zij er iets heel anders van gemaakt. Omdat het naar het Japans moet. Dus dan deel je het opeens door. Hoe heet het dan nu? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop dat je zou zeggen, precies, een Japanse kreet. Maar... Nee, maar je deelt het dan met z'n 6. Dus het was leuk, maar door 6 gedeeld. Ja, lekker. Als je nog vragen hebt aan Brainpower, is dit je kans? Ik wil zo meteen nog even iets draaien voor wat jij vet vindt. Dus het kan Tears for Fears zijn, maar het kan ook nog... Je had al iets doorgegeven. Ja, weet je wat ik tof vind? Ik weet niet of je dat hebt, maar dat is een jonge rapgroep uit de omgeving Rotterdam. Figo Gang. Die zijn echt opkomend en super dope ook. Ga ik dat even checken? We hebben in principe alles, want ik heb Spotify. Dus we kunnen alles draaien wat we willen. Die gasten gaan naar zijn trein. Ik ga het even opsnorren. En dan draai ik heel even een plaatje om mezelf tijd te geven. Frank van der Lende.
can you lend your ear for a man in trouble? She turned me up and now I see double. I asked her what life was missing, and she'd like to go trout mass kissing. Say go get high with the other ones. I looked around like sun, but now I know. Kwart voor negen, tijd voor nieuwe muziek uit de koker van Brainpower. Yes, het gaat hier om de Figo Gang, opkomende rapgroep uit de omgeving Rotterdam. Ik vind het hele interessante jongens, zijn gedreven, hebben goed management. En ik wil ook een soort bruggenbouwer zijn van jong naar oud en positief over mijn genre. En dit is gewoon een groep met veel talent waar je nog veel van gaat horen. En ja, dit nummer heet I'm in the Ghetto. Mag ik nog één vraag stellen? Oh ja, ik dacht dat ik hem aan moest kondigen. Nee, zeker. Het is ook Brainpower Radio, maar ik ben niet heel erg thuis in de hiphop. Ja. Wat voor gevoel geeft ze dit? Ik ben heel benieuwd wat het met jou doet als je ernaar luistert. Dit is gewoon een anthem. Het is een liedje wat op plekken gaat komen. Wat ook independent al volgens mij 2,5 miljoen keer gestreamd is. Het heeft echt, niet dat het altijd om cijfers gaat, maar het heeft echt een following. En het zijn jonge gasten. Volgens mij zijn ze tussen de 16, 17 en de 20 of iets. Een van de jongens is al langer in de muziekbusiness bezig. Die andere jongens zijn echt pas net bezig. Maar ze hebben een bepaald overwicht. Ze hebben een melodieus talent. Ze hebben raptalent en het is een ruwe diamant. Dit gaat nog veel beter worden, maar ze hebben gewoon al een underground hit. Dat is knap. Figo Gang. Figo Gang, I'm in the Ghetto. I'm in the Ghetto. Ra-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta. Better ball, better get through. I'm in the Ghetto. Ra-ta-ta-ta. Ik kom uit Soto City, dat is anders. Dat is Arsenal, ik ben met gunners. Dat is IT barkie van mijn runners. Elke snitch nigger, die wordt hier verbannen. Kan mijn visie niet verbranden, dus ik laat mijn jongens werken. Ben met je zus, ey. Ik pak nog niks overkappen. Kiddo, fuck on this side. Ik heb die shit nu op mijn side. Ik leef in al bijna op mijn grind. Of met Jerry in die pipe, doe die niggas niet na. Doe dit voor mijn fam, gek. Ik rij voor een life check. Ik rij voor een life check, yeah. Achter vellen. Heb je boete trekken waar je vel af. Money moet ik blijven tellen. Ben op een race dus ik tel af. 3, 2, 1. Ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it, ik ben op de team on it, met een bed, ja, dat is het on it, ik ben op money, ik ben nu on it,
Shorty lijkt me zo dat je hier niet test, hier niet test. Maar ik ben loco, loco. Ik wou niet, maar ik moest wel. Ik ben op straat en ik zoek geld. Ik ben niet gestrept, maar mijn goon wel. Ik had veel pech in de weg, dus ik moest snel. Ik ben op cake, ik ben op cash. Wij zijn op dreef, wij zijn geblest. De straten zijn heet, dus doe maar relax. Zeg het meteen, dus doe wat ik zeg. Amiragado, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Amiragado, ta-ta-ta-ta. Ik ben op money, ik ben nu on it. Ik ben op cadeau, door de team on it. Met een backbeat en de seat on it. Ik ben op money, ik ben nu on it. Ik ben op cadeau, door de team on it. Met een backbeat en de seat on it. Go to sleep when I got you next to me. Physical 3FM. Daarvoor nog I'm in the Ghetto en Figo. Figo Gang of Figo? Figo Gang. Figo Gang. Dat zijn natuurlijk gewoon Nederlandse gasten. Brainpower, het zit er bijna op alweer, Muzikantenmaandag. Ja man, helaas. Veel energie van jou. Kon ik goed gebruiken. Ik doe ook de ochtendshow deze week erbij. Dus ik ben een beetje... Dus je bent al een beetje moe. Een beetje jetlagged, maar als jij in de studio bent, is dat heerlijk. Dankjewel. We moeten een paar dingen bespreken. Want jij gaat toeren 3 oktober, als het goed is. Ja, vanaf 3 oktober een tour langs de popzalen. Maar daarvoor komt er een album, als het goed is. Nieuw Nederlandstalig album is of
officieel in de maak. Ik mag het naar buiten brengen. Maar wanneer komt die? Tussen nu en 3 oktober. Maar als ik ken de muziekindustrie een beetje. Je hebt verschillende momenten waarop albums worden gereleased. Zeker. Dan zal dit begin september zijn. Ook als je een maand voor je tour en zo extra kaart verkoopt. Ik kan er echt niks over zeggen, want ik ben heel ver. Ik heb veel nummers liggen, maar ik wil nog wat nieuwe nummers afmaken waar ik heel enthousiast over ben. Het ligt aan de compilatie en de mixen. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Het is meestal medio mei, juni of medio september. Ja. Een van die drie of momenten. Of voor het festivalseizoen. Of in januari kan ook nog. Want dan heb je Eurosonic Noorderslag altijd ook. Dat is een festival waar nieuw Nederlands talent op staat. Dus hoeft voor jou in principe niet. Maar dat zijn wel momenten waarop je iets tof dropt. Zeker. Nee, ik een van die drie momenten. Mei, juni of september. Maar dat is dat jij het zegt. Dat pin me er niet op vast. Nee, dat zal ik ook zeker niet doen. Je wil nog wat nieuwe liedjes maken, wat liedjes afmaken. Heeft het ook mee te maken dat je dan de tijdsgeest van 2020 daar weer in wil stoppen? Of hoe je je nu voelt? Want hoe voel je je privé? Hoe is je situatie? Qua liefde, qua wonen, qua huisdieren? Ik woon met liefde zonder huisdieren. Ik woon alleen met liefde zonder huisdieren. Nee, maar dat kan natuurlijk ook wel zijn uitwerking hebben op je muziek. Over, ja, zeker. Ja, Adele heeft al haar albums geschreven met enorme liefdesverdriet. Als ik met Adele zou samenwonen, zouden andere liedjes worden, ja. Begrijp wat ik bedoel? Zeker, horen we dat ook terug op het album? Ik denk, kijk, weet je wat het is? Ik heb veel tijd gehad om nieuwe liedjes te maken. Sommige dingen liggen er al lang, sommige zijn heel nieuw. Maar ik wil er gewoon nog even overheen gaan. Ik ben met ook verschillende producers aan het praten. En ik produceer veel zelf, dat weten mensen eigenlijk niet. Maar waar gaan ze over de liedjes? Groei, het leven. Ik heb ook één nieuw liedje over de dood. Dat wordt dus geproduceerd door Willie B, die producer van Kendrick Lamar. Daar ben ik heel trots op. Maar waarom gaat het over de dood? Omdat twee vrienden van mij zijn overleden de laatste 5 jaar. En dat komt dan toch op het album terug. Cousin Steve, een Nederlandse rap-legende van Back in the Days. Die is overleden aan leverkanker. Zo. En dat is echt zonde. Ik heb hem echt... het is heel, heel lastig. Ik weet niet... ik heb hem op zijn sterfbed nog geknuffeld en... Ik zou zijn naam in leven houden, dus bij deze Cousin Steve, neef Steve. Als je niet weet wie die is, google hem. Hij had een hele goede Engelstalige single, Moving On. En nog een vriend is en nog een, ja, een vriend van me, vlak na die uitzending met jou, december 2017. Jonge gozer nog, hartaanval. Jezus. Dus die dingen, voor hun wil ik een liedje maken, weet je, bijvoorbeeld. En wat, dat is dan niet zo heel erg verliefderig vrolijk, maar wel waar. Nee, maar dat hoeft ook absoluut niet. Dat was ook helemaal niet de kant waar ik naartoe wilde. Maar meer van, inderdaad, wat heb je meegemaakt en wat hoor ik terug in je liedjes daarvan? Ja, dat onder andere. Maar ook gewoon dankbaarheid. Een liedje wat al uit is, Onbetaalbaar. Ook geproduceerd door Willie B. Dat komt zeker op het album. Daar krijg ik heel veel reacties op. Vind ik een toffe song. Dat gaat meer over dat je hart onbetaalbaar is. Dat overal een prijs op staat, maar dat je daar moet denken. En ik ben ook met liefdesliedjes bezig, zo gezegd. Ben je verliefd? Nee, momenteel niet. Ja, wel op mijn werk en op mijn passie. En ik zeg je eerlijk, je moet ook echt zelf gewoon verliefd kunnen zijn op wat je doet voordat je eigenlijk weer met iemand in zee moet gaan. En dat is mijn filosofie nu. Weet je moet ook van jezelf houden eer je van iemand anders kan houden. Dat is niet makkelijk dan. Nee, zeker niet. En ook niet in het vak waar je zit, waar je veel kritiek krijgt, waar je veel werkt, maar waar je dus ook je ziel en zaligheid in je liedjes legt. En dat kan best wel kwetsbaar zijn. Zo. Ja, zeker. En ik denk dat het ook voor iedereen geldt. En het mooiste aan kunst is als mensen er iets van zichzelf in herkennen. Dus dat wil ik uiteindelijk ook. De magie van taal en ritmiek, die combinatie en daarmee mensen raken. Echt jongen, als ik jou gewoon je microfoon laat openstaan, ben je om 12 uur nog aan het houden. Ja, zeker man. Heerlijk. Wat een energie. Waypower, dankjewel. Jij bedankt, ik ga hem nog even doen, toch? We hadden het afgesproken. Ja, let's do it. Alles van ons afschreeuwen. Ja man. Mag ik hem aankondigen? Tuurlijk. Frank, dankjewel. Ik hou van je. 3FM, bedankt. Iedereen, jou ook, Sebas, Rens. Dit is Brainpower en het laatste nummer wat we draaien is Tears for Fears met Shout.